Maar we hadden wel een klein MeToo-ervaringtje volgens ja, mij. Ja, want ik drukte ze, dat stond een hond. Ja, hond zo op de borst hier. Ja, toen maar deze zo, toen drukte ik ze. Die hond. En een petit shirt oh, hond. Hond. Ah, yes. Ja. Sorry hoor. Wie? Ja, nee, maar het zijn echte hondenmensen. Dit keer geen stoplicht, maar een vrachtwagentje vol met druiven. Waardoor we er niet door kunnen. Ja. Dat is toch lachen? We komen er weer aan. Ben klaar voor de avontuur. Op wielen of op water. Achter een nieuwe stuur. Wat komt er op ons pad? Wat gaan we weer beleven? Met camera in de hand. Door stad en land. Soms zit het mee. Soms zit het even tegen. Maar we komen er eens aan. Op de volgende bestemming. Gaan wij eens even kijken of Jo nog wat in de laadje heeft vandaag voor jou? Ja? Nou, lopen maar, jongen. Lopen maar. Ga maar lopen, Chico. Ja. Goedemorgen! Ben je er weer? Zo, ja, daar is Chico weer, hoor. Ja, Jo, de laadje gaat weer open. En Chico en Kees, maar Kees krijgt heel weinig aandacht. Kees krijgt heel weinig aandacht. En Chico krijgt heel veel aandacht. Heel veel. Wat smaakt je dan? Zo. Het is weer feest, tralala. En wat heb jij een leuke Chico hier naast jouw bureau? Ja, bedoelste? Vind je het geen dropje? Ja, zeker. Wat vind jij ervan? Je hebt een stereo Chico. Ja. Ja. Oh. Oh. Oh, Chico. Oh. Oh, oh. Je wordt gewoon half aangerand hier. Nou. Om te vroege morgen. Nou, Jodelaatje, bedankt weer. Doei. Ik ga aan het werk. Jo. Het is trouwens supergezellig ingericht hier. Ja, Sinterklaas de deur uitgestuurd. Ja. Geen Sinterklaas mensen zie ik al. Nee. Nou, hartstikke leuk jongen. Kijk wat een aankleding. Kosten nog moeite zijn gespaard hier. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Nou, je had het misschien al door, maar ik ben bij Dekcontrol in Sliedrecht. Daar waar ik een ruimte mag gebruiken om al mijn spulletjes op te slaan en mijn merchandise te versturen. Dus vanuit hier wordt dat gedaan. Ik schrijf overal leuk een kaartje bij, handmatig. En er zijn heel wat Chico's ook over de toonbank gegaan. Want Sinterklaas wist het winkeltje wel te vinden. En de kerstman trouwens ook steeds meer. Dus ik zou zeggen, sla nog even je slag. Nou, je zag het, Chico is alweer verwend door Jo. Jo had weer wat lekkers in haar laadje. Het is altijd weer een verrassing wat er in haar laadje zit. Maar het was weer heerlijk hoor. Dus Chico die vermaakt zich wel tijdens dat ik hier van allerlei bestellingen aan het verwerken ben. Nou, in deze vlog kan je weer gaan kijken naar heel veel camperavontuur. En we zijn in Saarburg. Nou, dat heeft ons ook echt verrast. Dus kijk maar even mee. We hebben inmiddels zo'n 3 kwartier gereden en zijn bij Pforzheim. Maar ja, wat opvalt is dat ze in Duitsland wel altijd, lijkt het, aan de weg aan het knutselen zijn. Ja. Vroeger was het land waar je lekker door kon gassen. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet relaxed om in Duitsland te rijden. Want ze zijn altijd met de weg bezig. Het zijn hele grote, lange projecten volgens mij. Ja. En gaan de Duitsers over het algemeen ook echt, als ze 80 moeten rijden, gewoon bovenop de rem. Ja, precies, houden ze aan de regeltjes. Ja, en dat is natuurlijk keurig dat je aan de regels houdt, maar soms kan het best wel gevaarlijk zijn dat ze vanuit 130 in één keer bovenop de rem gaan. Dus ik vind het eigenlijk heel onrustig rijden in Duitsland. We hebben een flink stukje gekacheld. Het ging lekker, het laatste stukje.
Dat heb ik gedaan net. Ik heb even gereden. We zijn nu even overgestapt, want dan kan ik wat filmen voor jullie natuurlijk. We zijn nu in het dorpje Medlach en dat is een beetje het begin moezelgebied, toch ja, pa? Ja. Dan begin je te moezelen. Dat is een werkwoord. Moezelen, dat heb ik begrepen. Dat is een werkwoord. Ja, maar meer voor 65-plussers, hè? Moezelen. Dat is een werkwoord voor wat oudere mensen. Waarom? Maak het hip. Maak het ook voor jongeren. Want dan krijg je alleen niet voor elkaar, hoor jij alleen. We gaan het proberen. Ja, want een hoop jongeren trekken hier juist weg, omdat die willen niet in die wijnbouw. En dus die gaan studeren in Trier of in Koblenz of weet ik waar. En dan zie je ze niet meer terug. Ja, om vakantie te houden. Ja, dit gebied staat dus wel bekend om de wijnbouw natuurlijk. Hè. Dat gaan wij verkennen de aankomende dagen. En hier zien wij ook de rivier de Saar lopen. Wij gaan richting Saarburg. Nou, wat een toeval. Maar we zien hier al de eerste binnenvaartschepen weer verschijnen. Die hebben we een tijdje niet gezien, hè? Oostenrijk, ja, wat moet je daar met een binnenvaartschip? En ik vind het stiekem toch wel erg leuk. En ik zie hier weer een binnenvaartschip over die kronkelige Saar gaan. Kan ik daar nog een shotje van maken? Ik stap even snel uit. Dat vind ik wel leuk. Laat ik jullie even zien. Ja. Kijk, hier hebben we hem. De Saar. En een binnenvaartschip. Is dit een Hollander? Is dit een Hollander? Volgens mij wel. Het is de Mercator. Nou, ik hoop dat als hij dit YouTube filmpje ziet dat hij reageert. Het lijkt mij dat de binnenvaartschippers hier ook van genieten om hier te varen. Het is natuurlijk een prachtige omgeving. Dat denk ik wel. Nou, Mercator. Auf Wiedersehen. Goeie reis verder. Ja, het begint hier wel heel mooi te worden hoor. In de heuvels zie je veel kasteeltjes. En heel veel groen vooral. En nog leuk om te vertellen is dat het porseleinbedrijf Villeroy & Boch hier de hoofdvestiging heeft in de oude abdij van de stad. Al sinds volgens mij 1801. Maar het is nu wel aanklasseelbaar. Het is... Er stond nog bij Tijer gesloten, dus ik weet niet of het goed gegaan is. Nou, volgens mij is dat een heel groot merk Villeroy & Boch. Dat is toch ook van wc-potten en zo? En sanitair? Ik weet niet hoor, ik weet alleen dat ik er geen beweging zie. En het is heel oud, maar ze hebben diverse vestigingen. Misschien is dat het. Nou, wij gaan verder richting Saarburg. We zijn er. Het is net begonnen met spetteren, maar dat is maar een buitje als het goed is. Ik heb ook even op buienalarm gekeken, maar dat moet straks droog worden. Nou, volgens mij een mooi plekje zo aan de Saar. Nou, het staat niet vol in ieder geval. Nee. Was ik wel een beetje te verwachten, off-season. Het weer is ook niet denderend, maar misschien hebben we een mooi plekje aan het water kunnen bemachtigen, maar dat zal wel een dingetje worden misschien. Ja. We staan weer vlak aan de Saar op een camping Reizenmobielpark Saar. En we staan niet helemaal klem aan het water zoals je ziet, want die plekjes zijn al vergeven. Dat zijn er eigenlijk maar vijf. Maar we staan hier ook. Prachtig zicht. Maar die zet nog even de camper iets hoger, zodat hij geleveld is. Staat hij goed? Ja. Ja. Iets omhoog. Echt niet. De blokken in voor wel. Oh. Eén blokje, dan moet je die achter even weghalen en dan rijk voor omhoog. Oké. Zo voor mij goed. Ja, prima. Top. Nee, niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Hartstikke mooi plekje zo. Om 2:00 gaat de receptie open, dat is over een kwartier, dan melden we ons even. Ja, daarom. En volgens mij is dit plekje vrij. Ja, ik denk dat het allemaal vrije plekjes zijn. Hè? Ja. Dat is niet besproken. Je hebt hem aanrijden en je meldt je eigen daar. Ja. En ik zag dat de stroom €3,50 ja. per dag. En er zit wel eens een automaat, maar die werkt niet. Hier heb je gewoon een, kijk, daar.
Oh, hier heb je een stroompaal, ja. En dan moet je 3,5 euro betalen. Op zich hebben we het niet echt nodig, natuurlijk. Nee. Het scheelt weer 3,5 euro. Ja, maar dan moet je gas gebruiken, hè? Ja, dat is ook weer de andere kant. Voor de koelkast, hè? Maar goed, we staan hartstikke mooi en we gaan straks eventjes na de koffie gaan we richting Saarburg. En dat ligt eigenlijk volgens mij hier achter de heuvel. En je ziet het, nog lang niet alle plekken zijn in gebruik. Enorme capaciteit hier. Ik hoorde van pa ook dat het in het hoogseizoen ook echt afgeladen is. En we hebben Nederlandse buren. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Mooi plekje hebben jullie ook zo. Jullie staan wel aan het water. Ja. Maar wat zie ik nu? Wat hebben jullie voor een enorm makkelijke opbergsysteem? Ja, dat is gewoon eigenlijk heel simpel gemaakt. Kijk, je kunt het zo inschuiven. Ja. Huppatee. Met kratten? Ja, kratten kunnen 6 kratten hier aan deze kant. Ja. En 4 aan de andere kant. En aan de andere kant zit het ook. Ja, kijk maar eens. Ja, en hieronder, ja zo, dus kleding en alles. Schoenen. Hele mooie schoenen gekocht voor 35 euro in Duitsland. Nou, kijk, jullie hebben de slag geslagen. Dank je. Maar jullie houden wel van beweging zo te zien, met fietsen, mooie fietsjes. Ja, zeker. Maar dit heeft u zelf bedacht? Ja, ja. Maar ook zelf gemaakt? Nee, laten maken. Oh, laten maken. Daaronder zie ik nog kratjes met voedsel. Ja, dit is gewoon een U-profiel. Ja. Het aluminium gezet. Ja, ja, ja. Mooi. Maar wel van tevoren opgemeten, want hoe breed zijn mijn kratten? Mm-hmm. Planktip, dus daar moet je allemaal van tevoren wel even over nadenken. Ja, dat is heel handig. En die hoogte ook, daar heb ik niet over nagedacht hoor, dat is toevallig zo gekomen. Ja, soms moet je een beetje naar ze leven. Kijk, maar dit past er precies onder. Nou, jullie komen geen crackers tekort, dat zie ik wel. Nee. Jullie zijn fan van crackers. Wij eten geen brood, we hebben geen bakken nodig. En dan is dit natuurlijk. Of werkt u bij de crackerfabriek? Nee, we werken helemaal niet. Nee, maar dat is toch vreselijk handig zo. Ja, maar eigenlijk is dit dezelfde ruimte die wij hebben, Pa. Alleen bij ons is het een bende. Nou, dat is niet waar, maar dit is wel. Ik probeer wel een beetje bij te houden. Maar geordend. Het is wel gauw een bende natuurlijk, als je alles los erin legt. Ja, en wij houden van orde moet zijn. Orde en netheid, ja. Ziet het. Aan de andere kant. Maar je ziet ook vaak, we kijken straks even aan de andere kant, maar je ziet ook vaak dat mensen hier zo'n opberg zo van die vakjes hebben gemaakt. Ja, dat hebben we aan de andere kant, want dat kan hier dus niet, hè? Nee, want daar heb je geen ruimte meer voor. Nee, maar we lopen even mee naar de andere kant. Ja, soms kom je eens op ideeën, Pa, maar dat is ook leuk voor de volgers misschien, hè? Dat ze denken, kijk. Nee, ik heb tenminste uitgevonden hoe het moet. Kijk. Ja. Ja. Oh ja, kijk, dit bedoel ik inderdaad. Hier. Bij ons liggen de schoenen een soort van los. Ja, nee, die liggen in een bak. Ja, maar kijk, niet zo makkelijk. Kijk, deze ruimte hebben we nu hier. Ja. Dus die zak die kan hier gewoon hangen. Oh, die kan die gewoon dicht. Ja. En dit kan, kijk, ook weer uitschuiven. Dan kun je ook weer spullen kwijt. Ja. Ja. Nou, dit is toch geweldig. Ja. Ja, en wat er allemaal onderin ligt, die kun je ook nog heel veel spullen kwijt. Ja. Daar ook nog inderdaad. En zo en, en hier ook nog mandjes met touwen en zo. Dat wordt je nooit gebruikt, tenminste ik niet. Nee. Nou, ik gebruik dat hooibord. Ja, dat gebruik ik wel. Toch wel. Kijk, en wat zo fijn is, omdat ik hier nog wat ruimte heb, kunnen daar precies 2 stoelen en een tafel. Oh, hier hebben we dat ook al. Dat heb ik nog niet gezien. Nou, inderdaad zeg. Ja, het is dezelfde ruimte, het is bij ons. Zie, maar uiteindelijk, jullie camper waar is... Waar wij ook zijn. Ja, die is nog korter dan die van ons, Pa. Ja. Deze is 47 ongeveer. Oh, dat is dezelfde maat. Ja, met de fietsen erbij zit je al gewoon de 8 meter. Ja, zit je gauw, ja. Ja, maar daar hebben we allemaal goed over nagedacht. Wij gaan dan wat doen en dan gaan we later denken. Oh ja, en jullie hebben eerst gedacht. Ja, dus om te denkcamper, hè? Ja, maar ik heb er al meer gehad in al die jaren. Want ik ben gaan camperen toen die jongens in de leeftijd waren dat we een caravan hadden. Dat we naar Frankrijk moesten rijden, in Zuid-Frankrijk. En dan kwam je de camping op en dan waren ze gelijk allemaal weg. En dan lagen ze in het zwembad en dan kon je zelf de voortent eraan zitten. Ik zei, nou, dat gaan we niet meer doen. En toen zijn we met een oud campertje begonnen. Zo van LT'tje, een hiemertje, weet je wel. Oud, maar iedere keer opgebouwd. En dit is denk ik wel de 5e. Ik ben net even langs de receptie gelopen, betaald. En ik kon hier niet voorbij lopen. Nee. Hausgemachte taarten. Ja. Heerlijk. Ja, dat is denk ik 5000 calorieën. Maar zo hier is een hele leuke gebaksvitrine. Ja, maar het zijn hele leuke mensen. Ja, zelfgemaakte gebak. Ja. En mag je even proeven. En dan koop je dat gewoon natuurlijk. Ja. Dus we hadden nog een broodje gekocht bij een tankstation. Die gaan we eerst opeten. Ja, je moet zo kijken welke volgorde natuurlijk. Ja. Thank you.
We staan nu midden in Saarburg. Ik hoop dat je me een beetje kan verstaan, want hier gaat dus dwars door het stadje heen een waterval. Dit is de Saar, die heel wat verdiepingjes zakt. En wat heel grappig is, je hebt hier middeleeuwse huisjes met van die waterratten. Ik heb geen idee of dat nu ook nog functie heeft. Of dat waterkracht nog gebruikt wordt voor energie. Vroeger vast wel, maar het is een heel bijzonder gebied. En dat trekt heel wat toeristen natuurlijk. Zo ook Theo Aantjes. Die zit hier even alles rustig op zich in te laten werken. Dat waterrat? Ja. Dat is waterraden? Waterratten? Ja. Ratten. Nee, raden. Ik geen idee. Maar goed, laat het even weten in de beschrijving. Wat die aandrijven, ja, dat gaan er die huizen toe. Ieder huis is er één. Ja, dat zei ik net ook al tegen de... De graan mee malen of de koffie mee malen, koffiemolen. Ja. In plaats van vroeger de ouderwetse koffiemolen doen, hè, misschien met dat ding. Nou, ik denk echt wel dat het vroeger functie heeft gehad. Want waarom zou je geen gebruik maken van waterkracht? Ja. Deze mevrouw heeft de kracht er nog net voor. En jij bent er even lekker bij gaan zitten ook. Want Trixie heeft zojuist van de straat een botje gescoord. En Chico is een beetje jaloers, want Chico, hey, ja, die heeft Trixie zelf gescoord. Maar je hebt me weer naar een bijzonder stadje gebracht, nou, pa. Echt heel leuk. Sowieso dat die Saar zo dwars door de stad heen stadje. Ik heb een goede idee gehad, hè? Vind ik wel, vind ik zeker. Maar goed, ik ben hier ook al een aantal keren geweest, een paar keer. Want als wij gingen moezelen, dan gingen we hier ook altijd een paar dagjes heen. Zou dat niet het woord van 2022 worden? Moezelen? Ja, moezelen, ja. Maar Saarburg draait niet alleen om het toerisme, maar ook een beetje om de wijnbouw. Overal zie je wijngaarden, hè? Met alleen witte druiven. I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelions. We zijn even naar beneden gelopen en dit heet dus de Hakenberger Mühle. En dat is een museum, het Modemuseum. Maar het Modemuseum is op maandag gesloten. Op maandag gesloten? Ja, dat is de enige dag dat hij dicht is. Dat is een beetje jammer, maar goed. We hebben nog steeds geen antwoord op of dat die molens, die watermolens, nog steeds functie hebben. Dus ik denk dat ik dat gewoon even moet gaan opzoeken. Ja. Of dat zo is. Of iemand weet dat. Ja. Moet je niet te gaan zoeken. Nee, precies. Iemand dat weet, moet je het even doorgeven. Ja, onder de video. Ja. Ja, ja, maar dat is toch leuk? Ja. Beetje informatie delen, hè? Het is geen paard. Ja. Nou, je bent er bijna, pa. Je bent er bijna. Als deze mensen het kunnen, kan jij het ook, hè? Daar staat weer even het chance met vriendinnen. Oh jee. De vrouw spreekt Frans. Dat heeft mijn pa niet echt... gehad op school. Maar hier komen we aan kijken. Dan, dat is het. Oh. Bonjour. Ja. Oui, tout beau, tout beau. Ja. Beau. Like as a dog. Ja, like. Like, love the dog. Like Kees had ik. De lichte hond. Yeah. Lijkt een moer. Ja, oh, jullie hebben allebei. Kijk, ze hebben allebei een hond op de. Zie je dat? Kijk, hier. Die hond. En een petit shirt hond. Een hond. Ah, yes. Ja. Sorry hoor. Wie? Ja, nee, maar het zijn echte hondenmensen. Ja. Ze zijn er helemaal voor gekleed. Nou, hè? Nou, mooi hoor. Een wolf. Ja. Wolf. Nou, hartstikke goed gesprek. Bedankt. Ja. Obien, nee, au revoir. Ja. Ja, zeker. Ja. Ik heb ze een kus. Ja, de volgende bestemming. Ja. Op YouTube. Op YouTube. Ja. Nou. Goodbye. Ja, goodbye. Au revoir. Au revoir. Zo, dat was hartstikke goed gesprek. Ja. Ja. Ik snap het helemaal. Ja. Maar we hadden wel een klein MeToo-ervaringje volgens mij. Ja, want ik druk dus de stond hond. Ja, hond zo op de borst hier. Ja, toen deed ze zo, toen drukte ik. Oh, yes. Ja. Sorry hoor. Wie? Je weet dat je daarvoor in de cel kan belanden. Ja, maar ik deed het zonder bijbedoeling. Ja, dat snap ik in dit ging geval sowieso doen. Wel. Ja, het was niet Katja Schuurman die voor je stond. Nee. Nee. Ja, nou, we gaan verder. Ik heb jou wijs gemaakt dat de Saar door Saarburg loopt. Ja. Toen dacht ik er bij mezelf, ik denk dat die binnenvaartschepen gaat die dan ook van die waterval af. Ja. Maar ik heb verder niet over nagedacht.
Maar dan waren het filmen. Dus Kees, dat ken je allemaal niet wat je zegt. Ik heb een heel verhaal opgehangen. Ja. Wat het is, de Leuk heet die. Ja, een klein riviertje. De Leuk, riviertje, die komt wel die uit in binnen. De Saar. Ja. Ja, maar ik had jouw wijze gemaakt dat hier de Saar door Saarburg liep. Ja. Die ook niet goed over nagedacht. Maar later, ik liep wel met mezelf te denken, hoe moet het met die boot in? Ja, wij komen natuurlijk best wel op heel veel plekken en overal probeer ik iets van informatie te geven. En ik denk hier ook van, nou wat leuk, dan ga ik vertellen dat de Saar dwars door Saarburg heen loopt. Maar dat is dus niet zo. Ja. Ik dacht al, wat veel water zit er in die Saar. Ik zie daar het binnenvat om de hoekje komen daar. Ja, de waterval af. Nee, het is dus een, ik denk een bergriviertje De Leuk, die hier dwars door Saar. Geen goede informatie geven, sorry. Nee, en de kijker ook niet, hè. Dus, maar we hebben het gerectificeerd op locatie nog wel. Ja. Het mondt uit eigenlijk in de Saar. Eindgoed, al goed. Over mond gesproken. Ik heb een droge mond van het praten. We gaan een wijntje drinken. Ja, we gaan een wijntje drinken. Hele goedemorgen. Herr Theo staat weer voor de camper. De route in te plannen. De route in te plannen. We hebben een heel leuk verblijf gehad hier. Hè? Ja hoor. Saarburg is prachtig. En we hadden geluk, want het zonnetje scheen nog. En toen wij terug naar de camper gingen, het gebeurt hier allemaal weer. Maar gisteravond regende het. Ja, heel de avond geregend. Ja, dat is niet erg. Dus we hebben geluk gehad. Ja. En nu valt het eigenlijk ook wel weer mee. Ja hoor, er zit blauw bij in de lucht. Ja, dus, nou, we hebben gezellig even een bakkie gedaan bij de buren, de Nederlandse buren. Dat was erg gezellig. Ja. En nu staan we op het punt om weer te vertrekken richting Bernkastel-Keus. Ja. Aan de Moezel. En maar dan rijden we eerst naar Zwijg, Warijn en Zwijg. Zwijg. Hier. En dat is vlakbij Bernkastel. Ja, want je kent nou niet langs de Moezel, dus we nemen eerst. We gaan een beetje tijdens in die Edeka. Maar goed, bij Zwijg. En dan gaan we langs de Moezel rijden. Oh, ja, vanaf daar, ja. Ja, ja, want anders moet je door Trier en zo. Trier is erg bijzonder, erg leuk natuurlijk. Maar we hebben besloten om dat even over te slaan, omdat het best wel groot is. Voor mij ook hoor, even een dagje naar Trier. Is ook een idee misschien. Maar daar heb je niet zo'n leuke camperplaats, geloof ik, hè? Nee, dat niet. Nee. Maar je kan ook kiezen natuurlijk door nu naar de Moezel te gaan. Naar Bernkastel. Ja. En dan morgen richting de Eifel. Daar nog één keer overnachten. Dat kan je doen. Ja, nou, ik vind het eigenlijk allemaal goed. Ik laat me gewoon eigenlijk een beetje verrassen. Jij bent hier al eerder geweest. Jij bent mijn reisleider in het leven. Hier maar overstaan. Ja. Waar het steden gaat. Ja, ik denk dat we daar nog een ander keertje terug moeten. Ja. Het is trouwens een perfecte camperplaats hier. Heel aardige eigenaren. En ze hebben lekkere taart en ze hebben, nou, ze zijn gewoon heel gastvrij. En ze verkopen wijntjes, plaatselijke lokale wijntjes. We'll be right back.
zijn een stukje de heuvels in gereden. Daar waar de wijngaarden zijn. Maar ze zijn aan het oogsten. De weg wordt zelfs versperd. Ze zijn volop aan het werk hier. Kijk eens, er gebeurt van alles hier. Ja. Ja. Dit keer geen stoplicht, maar een vrachtwagentje vol met druiven. Waardoor we er niet door kunnen. Ja. Dat is toch lachen? Ik denk dat iets wat klaar is. Dat lachen. Denk ik het ook, ja. We wachten het maar gewoon even af, hè. Het vrachtwagentje staat ook echt midden op de weg. Oh, hallo. Hallo. De heren vertelden mij dat het vrachtwagentje over 5 minuten vertrekt. Ja, ze zijn nog druk bezig. De druiven hier te oogsten. Er staat hier een tractor met een aanhanger. Met daaraan een lier. En volgens mij wordt daar... Oh, kijk, er komt al wat aan. Wordt die omhoog getrokken. Dat zie ik al. Nagaan joh, dat is allemaal machinaal wordt dat geoogst. Maar ik ben er even naartoe gelopen, maar dat was eigenlijk best wel interessant om even te zien. Zo val je met je neus in de wijn. In de wijn. In de druiven. Maar nee, het is heel grappig, want het is natuurlijk een hele steile helling hier. Ja, super. En ze maken gebruik van een soort van kraantje die via een lier naar beneden gaat en weer omhoog getrokken wordt. Ja. Die komt boven met de oogst eigenlijk, hè? Ja. En dat komt dan in zo'n tractor met een bak ervoor. En dan keeperen ze het zo hier in die bakken met druiven. Ja. Nou, we hebben 10 minuutjes aan wachten, maar in dit geval was het helemaal niet erg, want zo zie je eventjes hoe dat allemaal werkt. Het is wel een beetje smal. Ja, we zijn er weer langs. Leuk toch dit? Nou, de heren zijn nog wel even bezig. Het begint ook te regenen. Tjus! En vanuit de wijngaarden zijn we terug in Sliedrecht. Ik ben nog steeds druk met mijn pakketjes versturen, maar ook met Chico. Het wordt tijd om uit te laten, dat ga ik zo doen. Chico, doe eens even rustig. Nou, op het moment dat je deze vlog ziet, is mijn verjaardagsfeestje al achter de rug. En ik heb eigenlijk geen idee of dat het leuk is geweest of dat het druk is geweest. Want ik neem dit stukje op vrijdag, want ik wilde wel gewoon met volle teugen kunnen genieten van mijn feestje. Dus ik had geen tijd meer om te monteren. Voor zondag, maar een leuk verslag zie je aanstaande woensdag in de vlog. Chico wordt nu heel vervelend. Doe eens even niets. Nou, ik ben weer even veilig op mijn stoel gaan zitten. Nou, dus een verslag van mijn verjaardagsfeestje zie je dus woensdag. En ook nog dat wij Bernkastel bezoeken in Duitsland. Hele mooie plaats ook. Verrassend leuk. Dus ik hoop dat je dan weer kijkt. Volgende week woensdagavond om 8 uur. Zit je er natuurlijk weer klaar voor, hè? Nou, bedankt voor het kijken. Like deze video eventjes. Abonneer nog op het kanaal van De Vloggende Bestemming. En dan zeg ik zoals altijd, bedankt voor het kijken. En tot De Vloggende Bestemming. Hoi! Ja.